Maaien, maaien, over de baaien. Maaien, maaien, over de zee. Zo, dat is ook weer gebeurd. Eens kijken hoe ver Dommel is. Ik hoop dat hij de lunch klaar heeft staan. Wat een zwijnenstal! En we hadden afgesproken dat Dommel de was zou doen. En hij heeft de zitkamer ook niet opgeruimd. Hij heeft niet op me gewacht met eten. Dommel, ik ben het zat. Waar zit je? Ik neem eerst een kopje groentesoep, dan een biefstuk en een ijsje na. Wat was dat opeens? Is het restaurant door een aardbeving getroffen? Nee, geen aardbeving, maar ik sta wel op ontploffen, Dommel. Je bent te ver gegaan dit keer. Oh, je bedoelt de bonte was? De huiskamer is een troep en je zou voor de lunch zorgen. Nou, dat laatste heb ik gedaan en het was lekker. Je bent niet de enige die hier in huis woont. Oeps, ik heb jouw portie ook opgegeven. Als ik toch alles alleen moet doen, dan doe ik het ook liever alleen. Je kunt vertrekken, Dommel. Wegwezen. Ik ben het zat, zat. Ja, maar zeg maar voor... Geen excuses, Dommel. Pak je spullen en verdwijn. Ik wil je niet meer zien. Zeg maar voor, als je me nog tegen wilt houden, dan moet je dat nu doen, want straks ben ik weg. Jou tegenhouden van mijn leven niet. Oh, het gaat je goed. Nou goed dan, ik ga wel. En die slavendrijver hoeft niet te vragen of ik terugkom, want dat doe ik lekker toch niet. Nee, maar zeg maar voor heeft Dommel echt op straat gezet. Dat vind ik zielig voor hem. Zelfs als mijn Dommeltje beleefd zijn excuus had aangeboden, had ik dat lekker toch niet geaccepteerd. Ik wist wel dat je hier was, Semafoor. Dag, mevrouw Beatrix. Hoe gaat het met u? Ze zeggen dat je Dommel het huis uitgegooid hebt, Semafoor. Is dat waar? En of dat waar is, ik heb geen behoefte aan een luie, gulzige hond. Nou, Semafoor, als ik je kan helpen met wassen en streken, schoonmaken en koken, moet je het vooral zeggen. Nee, heel vriendelijk, maar dat hoeft niet hoor. Ik heb deze robot gemaakt. Hij doet alles wat Dommel niet deed. Ik noem hem de klusjesrobot, omdat hij alle klusjes opknapt. Zeg, is het echt waar, Semafoor, dat jullie ruzie hebben gehad en Dommel je in de steek heeft gelaten? Ik heb hem zelf het huis uitgegooid. Die robot is een geweldige uitvinding, Semafoor. Ja, het is een hele verbetering vergeleken met die luie hond. In mijn kop, niet erop! Oh, neemt u het me vooral niet kwalijk. Haal onmiddellijk een handdoek voor mevrouw Beatrix. Handdoek halen. Oh, Semafoor, ik doe je nog eens wat. Oh, er zitten nog een paar foutjes in. Kinderziektes, weet u wel. De Semafoor heeft die robot gemaakt om Dommel te vervangen. Oh, wat heb ik een honger. Maar het is mijn eigen schuld. Ik ben veel te koppig. Nou ja, ik vul mijn maag wel met water. Sorry, Dommel. Balthazar, rotkat, ik zal je. Er zijn op dit moment belangrijker dingen dan mij in elkaar te slaan. Oh ja, wat dan, Balthazar? Semafoor heeft een robot gemaakt die jouw plaats moet innemen. Een robot? Oh, klusjesrobot. Ben je nou al klaar met stofzuigen? Dat is snel. Huh? Oh, zo, dat had je niet hoeven doen, zeg. Nou ja... Je kunt nu wel ophouden met schoonmaken. Goed zo. Wat moet ik nu doen, baas? Je mag nu eten voor me maken. Ik heb echt ontzettende honger. Eten maken, ja, baas. En dat ding moet mijn plaats innemen? Ja, Semafoor heeft hem ontworpen om het huishouden te doen. Ik snap het al. Een robot heeft nooit honger en hij doet altijd meteen wat Semafoor hem opdraagt. Maar wat gebeurt er als die robot opeens verdwijnt? Hoe bedoel je dat als die robot verdwijnt? Nou, denk eens even na. Voor zover je dat kunt, wat gebeurt er als die robot verdwijnt? Als wij hem laten verdwijnen, dan is Semafoor weer afhankelijk van jou. Oh, ik snap het al. Als die robot het huis uit is, dan kan ik weer naar binnen. Dat heb je vlug begrepen. Balthazar, mijn vriend, hoe kan ik je danken? Graag gedaan. Als deze gerechten net zo lekker smaken als ze ruiken, dan open ik een 3-sterren restaurant en dan word ik poepierijk. Huh?
Maar ik had toch in je geheugen geprogrammeerd dat je wortels eerst moest schrappen? Schrappen, wat is dat? Een uien moet je altijd eerst pellen, Oen. Pellen, Oen, wat is dat? Jakkie, jee, wat smerig. Nou ja, de soep ziet er tenminste uit als soep. Het was erg lekker, maar ik heb genoeg gehad. Eten klaar, dan maar wassen. George, ik doe het verder zelf al. Ga nu maar mijn sokken wassen. Stop, Abbas. Ga sokken wassen. Oh, je moet niet zoveel waspoeder gebruiken. Dat is slecht voor het milieu. Stop ermee. Klusjesrobot, je mag ermee ophouden. Je hebt genoeg gedaan voor vandaag. Je mag gaan spelen. Hé, hey, klusjesrobot, hoor je me? Ik vraag me af wat Dommeltje aan het doen is. Huh? Oh, Balthazar. Wat is er aan de hand? Moet je horen, Semafor, gauw. Ze proberen beneden bij je in te breken. Echt? Wie zou dat nou wezen? Hela. Ah, daar is hij. Als jij dacht dat je zomaar mijn plaats in kon nemen, dan heb je het goed mis. Let maar op, Grani. Wat is dat ding zwaar? Huh? Op heterdaad betrapt, schurk, sta op. De Dommel, ben jij het? Ja, je bent wel eens hartelijker geweest als ik thuis kwam. Oh, ik snap het al. Je wilde mijn klusjesrobot van donkere manen, niet waar, Dommel? Ik? Nou, een beetje. Schaam je, jij vuilnisbakken schuimer! Oh! Oh! Al ga je op je knieën liggen, kom ik nog niet terug. Mij een zorg, ik wil je nooit meer zien. Wat ben ik toch een rotkat? Klusjes robot, hoe vaak moet ik nog zeggen dat schoenen niet eetbaar zijn? Schoenen niet eetbaar, baas. Ik heb toch een foutje bij het programmeren gemaakt. Ik heb honger, ik wil eten. Het kan me niet schelen wat, al was het een oude schoen. Hallo, Dommel. Dag, Jerry. Dag, agent. Mevrouw Beatrix vertelde dat Semafor en jij ruzie hebben. Is dat echt waar? Nou en of. Semafor is gewoon een koppige oude man. En daarom heb ik sinds gistermiddag niks meer gegeten. Ach, arme Dommel. Wat lief dat jullie met me meevoelen. Weet je wat? Kom maar met mij mee, dan maak ik iets lekkers voor je. Oh, echt waar? Wat lief. Dank je wel. Oh, mami, wat is dit lekker. Zeg. Eet maar zoveel je wilt. Och, zit je hier, Dommel? Ik vroeg me al af waar je was. Weet u niet een manier om Dommel en Semafor vrede te laten sluiten? Nou, ik heb begrepen van Semafor dat het allemaal Dommels schuld is. Ja, maar Dommel heeft er heel erg spijt van en de twee kijven hebben twee schuld. Dat is waar. Semafor is ook niet altijd makkelijk in de omgang. Ik zal eens kijken wat ik voor hem kan doen. Veel succes! Dankjewel, Jerry. Heb je echt genoeg gegeten? Ik kan geen pap meer zeggen. Nou, een tukkie doen. Dommel, moet je horen? Semafor zegt dat hij je naar het asiel zal brengen als je nog één voet bij hem over de drempel zet. Wat? Naar het asiel? Ik trek hem zijn snorharen uit als ik hem te pakken krijg. Nou, dat kan geregeld worden. Ga maar naar de grote eik in het park. Goed, ik zal hem leren. Balthazar, ik zit rustig mijn krant te lezen. Dommel heeft Jerry verteld dat je een valse, gierige oude sok bent en dat je hem het huis uit hebt getrapt. Ga heen. Heeft Dommel dat echt aan Jerry verteld? Oh, ik wil wraak. Dommel wacht bij de grote eik. Oh ja? Ik maak honderd brokken van hem. Ik ben gek op gevechten. Eens kijken of ze elkaar dan moe slaan. Dommel, je bent te ver gegaan. Je verdient een flink pak slaag. En wie gaat me dat geven? Jij en de rest van het bejaarde huis? Oh.
het, jongen? Het gaat wel en is alles goed met jou? Huh? Je bent het liefste paasje. Kom, dan krijg je een ijsje van me. Als het slagroom. Ik neem het zelf ook in. Ik vond het leuker toen ze ruzie hadden. Schitterend, dit wordt een tekening waar Rembrandt jaloers op zou zijn. Balthazar, ik krijg je wel. Pak me dan, als je kan. Ja, Moeder? Wat voor drie dubbeltjes. Kijk nou eens wat je gedaan hebt, Dommel. Sorry. Waarom doe je dat nou, Semaphore? We spelen tikkertje en ik ben hem. Dat kan me niks schelen. De tulpen stonden vol in bloei en ik was aan het portretteren. En dan val jij op het bloembed. Je denkt toch niet dat dat zomaar gaat, hè? Je hebt iets goed te maken, Dommel. Ja, die tulpen zien er een beetje verpletterd uit. Het spijt me, hoor. Ik ben zo terug. Die beesten denken ook alleen maar aan plezier maken. Jammer. Het was een mooie inzending geweest voor de tentoonstelling in het museum. Dommel, kom onmiddellijk terug. Zeg maar voor, kijk eens. Kijk eens, zeg maar voor, zijn ze niet mooi? Het zijn schitterende tulpen en ik heb ze vanmorgen gekocht omdat ze zo goed met mijn behang kleuren. Semaphore, Dommel heeft mijn tulpen meegenomen. Het spijt me, mevrouw Beatrix. U krijgt ze meteen terug. Huh? Oei. Oh. Ik koop wel een nieuwe bos. Oh, wat enig. Dit is de eerste keer dat ik voor een echt schilderij poseer. Ik stuur hem in voor de tentoonstelling in het museum. Ik wil dat het een hoogtepunt in moderne schilderkunst wordt. Zoiets als een 20e eeuwse nachtwacht. Of in dit geval het melkmeisje van Vermeer. Ja, ik hoop dat ik mooi genoeg ben. Natuurlijk ben je mooi genoeg. Ga maar zitten. Moet ik zo zitten? Thierry, doe je benen van elkaar. Thierry, stil zitten. Semaphore, ik krijg een stijve nek. Mag ik zo gaan zitten? Ja, maar dan moet je verder niet meer bewegen, hoor, Thierry. Oh, ik verveel me afschuwelijk. Ik ben nog wel een paar uurtjes bezig. Portret schilderen is moeilijk. Huh? Semaphore? Oh, ik zie dat je al aan het schilderij begonnen bent. En ik wilde er wel voor je poseren. Ik heb er altijd zo naar verlangd om geschilderd te worden. Iemand met mijn figuur moet tenslotte in verf verewigd worden. Oh ja, dat is een goed idee. Een schilderij van mevrouw Beatrix. Doet hij het? Ik ben nog niet klaar, Thierry. Ik heb het er helemaal op voorbereid. Oh nee. Oh, dat wordt een prachtig portret. Succes ermee, Semaphore. Ja, maar Thierry, wacht nou. Ik doe alles behalve naakt poseren. Hé, wat? Oh, dat hoeft zeker niet. Nee. Traditioneel schilderen is ouderwets. Ik maak liever iets moderns, iets abstracts. Balthazar, wat is dat abstract, hè? Let maar eens op, hoor. Maar dat is toch gewoon kliederen? Wel, nee, hoor. Dit is een uiting van mijn persoonlijkheid. Oh, ja, ja. Vroeger schilderde een schilder wat hij zag, maar een abstracte schilder schildert wat hij voelt, snappie? Nee, maar ja, ik begrijp het. Ik ga ook met mijn gevoel schilderen. En die groene hier zo. Dommel, je apena! Helemaal niet. Mijn gevoel is heel anders dan het jouwe. Let maar op. Ik ben zo terug. Oh! Hier. Wat moet hij nou met de kanon? Daar gaat hij. Wat vind je van mijn gevoelsuiting? Ik moet zeggen dat het meevalt, maar het is wat lawaaierig. Ik word vast een beroemd schilder. Je bent in ieder geval beter dan Semaphore. Nou en of. Als je echt wilt leren schilderen, dan moet je bij het begin beginnen. En iedere schilder begint met het maken van stillevens. Oh, de vreugd om de vruchten des velds op het linnen over te brengen. Wat een ouderwets gedoe, zeg.
Dommel, je weet niet waar je het over hebt. Pas als je bijvoorbeeld die appels zo kunt schilderen dat ze echter dan echt lijken, kun je met abstract schilderen beginnen. Ik snap het niet. Dat hoeft ook niet. Doe maar gewoon wat ik je zeg. Oh, dus die appels moeten echter dan echt lijken? Nou, dat is niet gemakkelijk. Lekker. En, Dommel, lukt het een beetje? Wat is hiervan de bedoeling, Dommel? Nou, dat is helemaal niet slecht geworden, zeg wat ik daar zie. Toen ik helemaal gegeten had, lukte het opeens. Zie maar voor, duurt het nog lang voordat het af is? Ik ben zo nieuwsgierig naar het resultaat dat ik haast niet kan wachten tot je ermee klaar bent. Nog eventjes. Je vindt het toch niet erg als ik vast even een kleine blik erop werp? Moet dat mij voorstellen? Ach, mevrouw Beatrix, in dit schilderij heb ik de nadruk gelegd op de vrouwelijke kant van uw persoonlijkheid. Het is niet zomaar een schilderij. Ja, ja. Nou, best aardig hoor, maar ik had liever gehad dat het een beetje meer hierop leek. Nee, dan wordt het gewoon mooi en dat is veel te saai. Wat? Het kan nooit mooi genoeg zijn. Ik voel dat ik moet gaan liggen. Ik krijg migraine. Is dat nou kunst? Ik geneer me dood. Smaken verschillen. Een kunstenaar is eenzaam en onbegrepen. Zeker als hij een genie is. Het lijkt iets te veel op een Picasso. Ik moet iets originelers zien te verzinnen. Ik geloof dat ik een briljant idee heb. Een bewegend schilderij. Ik open nieuwe deuren in de schilderkunst. Ik maak de toeschouwer actief. Een nieuwe ontwikkeling. Ik breng leven in mijn schilderijen. Zo. Het is net of het schilderij ademt. Ja hoor, je zou haast denken dat het een echte vrouw is. Dit is weer zo'n typisch geniaal product van Semaphore. Oh, ik weet het al. Het portret van mevrouw Beatrix is klaar. Goed geraden. Oh nee, het is niet waar. En omdat ik weet dat jullie niet tot de tentoonstelling kunnen wachten, mogen jullie het nu zien. Hij noemt het een nieuwe manier van schilderen. Hoppa. Oh, ben ik dat? Het ziet eruit als een gewoon schilderij. Maar dat is het niet. Let maar eens op. Hup. Hey. Ah. Wat? Het is niet waar. Wauw. Nou, wat vinden jullie ervan? Meesterwerk, niet waar? Ook gewoon van de vuilnisbelt. Flauw! Dit is echte kunst! Huh? Tenminste, iemand die het begrijpt. Balthazar. En hier zit de veer die hem in beweging brengt. Maar, blijf nou toch? Jullie kijken verkeerd. Het gaat niet om de achterkant, maar om de voorkant. Kijk, het schilderij beweegt. Juist. Balthazar is de enige die iets van kunst begrijpt. Voorzichtig, Balthazar. Je draait de veer te ver op. Oh, Semaphore's schilderij is helemaal stuk. Het is toch niet mijn schuld, hè? Die oude troep wil helemaal geen kunst zijn. Ik geef het niet op. Semaphore geeft nooit op. Mevrouw Beatrix, u zou me een groot genoegen doen als u nog een keer voor me wilt poseren. Het spijt me, Semaphore, maar ik moet strijken. Nou? Ja, ik ga met de agent uit. Doei. Ik vind het niet leuk. Boeiend, hoor. Ontzettend boeiend. Balthazar, dank je wel. Je bent de enige vriend die ik op deze wereld heb. Zeg maar, voor wat betreft toch ook altijd. Sem, zit nou stil. Je weet heel goed dat je niet mag bewegen als je voor een schilderij poseert. Tuurlijk. En als je mijn aanwijzingen opvolgt, wordt het vast de meeste werk, ja. Stil zitten, Semaphore? Dit vraagt om harde maatregelen. Oh! Wat heb je geschilderd, Dommel? Dat zul je wel zien als we in het museum zijn. Doe niet zo flauw, Dommel. Vertel het me nou.
zeg dat. Oh, je had het alweer. Hoe je een schilderij. Dommel, hier ga je beroemd mee worden. Ik ben goed. Je bent geniaal. Vandaag serveren wij een runderlapje met jachtsaus gegarneerd met peterselie. Dat is vast een te moeilijk recept voor mij. Wel, nee. Je smelt gewoon het boter in een koekenpan. Dommel, hoe vaak heb ik je al niet gezegd dat het niet de bedoeling is dat je van dit huis een zwijnenstal maakt? Oh, het spijt me. Ik zal het opruimen zodra ik uitgekeken ben. Het gras moet gemaaid worden en je had beloofd te helpen. Echt waar? Wat stom van me. Kan je het niet alleen doen? Yummy, dat ziet er lekker uit. Hij is onverbeterlijk. Ik heb een briljant idee. Dommel heeft een voorbeeld nodig en dat ga ik voor hem maken. Ja hoor, hij doet het helemaal. Ik hoef er alleen nog maar een kop op te zetten. Zo. Oh, wat ben ik toch geniaal. Waar slaat dat nou weer op? Die witte dikker lijkt precies op mij. Mag ik je voorstellen aan D2? De D staat voor dommel omdat hij jouw evenbeeld is, maar tot mijn onuitsprekelijke genoegen werkt hij eventjes beter. Hoe bedoel je dat? D2 is razendslim. Hij is absoluut eerlijk, hij werkt keihard en hij zal nooit zijn snor drukken zoals sommige andere dommels die ik ken. Ik zou niet weten wie die met sommige andere dommels bedoelt. Ik kan me niet voorstellen dat hij werkt. En of die werkt, en ik zal je laten zien dat hij heel wat sneller is dan jij. D2, haal een kopje thee. Geef maar toe dat je diep onder de indruk bent. Ik ben helemaal niet onder de indruk van die malle witte dikke nephond. Jij hebt hem uitgevonden en met uitvindingen van jou is altijd wel iets mis. Je wilt gewoon niet toegeven dat mijn D2 geweldig is, maar ik zal het bewijzen zodat zelfs jij er niet meer onderuit kunt. Wat goed, hè, dommel. Geef nou maar toe dat mijn robot meer kan dan thee schenken. En kijk eens hoe netjes die het gazon maait. Hij doet het veel beter dan jij. Hé, wacht eens even. Ik geef toe dat je echt geniaal bent. Nou je die robot hebt, heb je mij niet meer nodig. Ik zit voor de tv, hoor, als je me zoekt. Hier ben jij, dommel. Weet je zeker dat je niet iets vergeten hebt? Wat dan? Dat je zoveel werk te doen hebt dat je niet weet waar je beginnen moet. Zijn gek was hij natuurlijk altijd al, maar niet onbeleefd. Hela, dikkerd! Moet je nou eens zien, hij negeert me gewoon, dat pik ik niet! Daar schrik ik wel van! Hij is echt zijn verstand helemaal kwijtgeraakt. Ik kan hem maar beter alleen laten, je weet het maar nooit met gekken. Geef toe dat ik het goed geregeld heb. Mijn robot doet het werk in de tuin en jij zorgt ervoor dat het huis voor het eten schoongemaakt is. Want het wordt tijd dat je tot je laat doordringen dat het hier geen hotel is. Huh? Oh, moedertje lief. Houd daarmee op, D2. Ik wil dat je stopt. D2, stop dan toch. Ik wist het. Hij komt op ons af. Laat hem toch stoppen. Maar dat probeer ik toch. Stop hem, stop hem. Ik ben blij dat hij stilstaat, maar ik zou niet weten wat er met hem aan de hand zou kunnen zijn. Jij hebt hem uitgevonden. Zo te zien is er niks mis met hem. Het kan natuurlijk komen omdat ik oude draden heb gebruikt. Dat zal het zijn. Dommel, ik moet de stad in om nieuwe onderdelen te kopen. Best hoor. Zou je de robot even binnen willen zetten? Een robot zal toch altijd een robot blijven. Hij mag dan uiterlijk nog zoveel op me lijken. Er is toch een verschil. Ik heb geen last van storingen. En als je de kamer opgeruimd hebt, wil ik dat je de keuken een beurt geeft. Tot straks. Het is dat ik een trouwe hond ben, anders zou ik het niet pikken, hoor. Hij kan me wat. Ik ga een dutje doen. Je kan van semafoor veel zeggen, maar zijn ideeën zijn geweldig, ook al werken ze niet altijd. Dommel heeft niet voor niets de naam dat hij ontzettend lui is. Ik ga hem helpen zijn reputatie te verbeteren. Ik weet zeker dat hij me ervoor zal bedanken als hij tegen etenstijd wakker wordt. Daar gaan we met de afstandsbediening. Daar gaan we. Nou, dat vind ik...
vind ik ontzettend aardig van jullie, jongens. Ik kan niet geloven dat jullie me willen helpen in het huishouden. Wat lief van jullie. Dommel kan niet wachten. Niet waar, Dommel? Oh, wat ben je toch een engeltje. Je verdient het dat ik nu meteen een klusje voor je verzin. Zeg, veel plezier, Dommel. Nou, ik ga er gauw vandoor. Eens kijken of Jerry je ook hulp nodig heeft. Kom mee, Dommel, dan zet ik je aan het werk. Als je eerst de was voor me wilt doen, want die moet hoog nodig gedaan worden. Ik heb bijna geen schone onderbroekjes meer. Nou, dan ga ik ondertussen fijn televisie kijken. Er is zo'n romantische film. Mooi, dat gaat goed, maar het kan altijd beter. Volgens mij moet het sneller kunnen. Oh, wat is dat toch verdrietig. Ik kan me niet tegen als verliefde mensen elkaar niet krijgen. Hola, Dommel. Wat is er? Ben je nou al klaar? Dat is snel, zeg. Ah, ja. Oh, wat heb je nou opeens, Dommel? Nee, niet doen! Oh, nee, mijn gordijnen die hoeven niet gewassen. Kom terug, Dommel! Niet doen! Nee. Dat ging dus fout. Oh, echt waar, Balthazar? Wil Dommel kweetjes voor me opknappen? Nou en of! Hé, Dommel! Oh, wat ontzettend lief van je. Zou je boodschappen voor me willen doen, Dommel? Ik heb brood en sinaasappelen nodig. Onthoud je dat? Hallo, Dommel. Zeg het maar. Wat kan ik voor je doen? Oh, Dommel. Laat dat, Dommel. Kom terug. Die afstandsbediening deugt niet. We gaan dit doen, Dommel. Dommel, kom terug. Je moet hem betalen. De sinaasappelen zijn in de aanbieding. Hey, zeg, wat doe je nou, Dommel? Hij zegt, Dommel, kom onmiddellijk terug. Hé, hey, Dommel, dat heb je snel gedaan. Ah! Ah, nou, je moet niet denken dat je een koekje krijgt. Een Dommel, ik haat je. Wat was dat dan, jammer? Ik kom al. Rustig, ik kom, hè. Mevrouw Beatrix en Cherry, wat zien jullie er boos uit? Is er soms iets gebeurd? Wat? De onschuld uithangen aan wat er gebeurd is? Dat is het toppunt. Ik wil ze maar voorspreken. Waar zit hij? Hij doet een boodschap. Dan kom ik straks alweer terug. Denk maar niet dat jij je straf ontloopt. Een grapje is leuk, maar dit gaat echt te ver. Huh? Sorry hoor, maar ik weet helemaal niet waar u het over heeft. Nee? Nou, dan zal ik je helpen om je geheugen op te frissen. Zal er meer van horen. Zou ik soms in de slaap wandelen? D2 is vastgestolen door Balthazar. Hey, net wat ik dacht. Ik zal hem morgen eens liggen, die kat. Ik krijg je wel, stomme kattenbaak. Dommel! Hey, Dommel, waar ben je? Hiro. En hebbes. Die afstandsbediening is niet van jou, dief. Door jouw stomme grappen heb ik op een kop gekregen. Sorry hoor, ik wilde alleen maar helpen, maar die robot werkt beter dan ik dacht. Hela. Dag, Dommel. Ik zei dag, Dommel. Ik krijg je wel, rotkat. D2, hup. Grijp Balthazar, hij is een dief. Drop af, D2. Vang die kat. Vang die kat, laat hem niet ontsnappen. Grijp hem. Je krijgt me toch niet! Dommel, help me! Dit wordt te gek! Dat was dom van me. De afstandsbediening. Die is naar zijn grootje. Nou kan ik D2 niet meer stoppen. Heeft u toevallig Balthazar gezien? Hij wordt door een dikke witte robot achterna gezeten. Zeg, waarom liggen al die auto's op hun kop? Wat denk je? Ik zou het niet weten. Mijn schuld is het niet. Oh, hier blijven jij. Hey, ga maar. Niet, maak dat
lijkt mij een D2 wel. Help! Mijn evenbeeld heeft het gedaan. Oh, help me, zeg maar voor. Wat is er nou, Dommel? Ik denk dat het verstandig is om heel snel weg te wezen. Begin maar met uit te leggen wat er hier aan de hand is, Dommel. Ik denk dat er iets mis is gegaan met D2. Ik wil best een pak slag krijgen als ik het verdien. Met dit kind bedoel ik het goed. We redden je wel, Balthazar. Nou heb ik je, Balthazar. Dommel! Van je leren. Waar is de afstandsbediening, Dommel? Die is kapot. Zeg maar voor, doe iets. Ja, ik wil wel, maar daar heb ik een afstandsbediening voor nodig. Oh, nee. Jongen, wat maken die lui lawaai? Ik vraag me af wat ze hier aan het bouwen zijn. Kijk uit, Dommel! Kijk uit! Zitten we opeens in de bouwput? Huh? Huh? Wat ruik ik hier? Ja hoor, botten! Wat doe je nou, Dommel? Bingo! Ah, daar is hij. Laat dat, Dommel! Wauw, dat is nog eens een kluif. Nou, ik ben sprakeloos. Wat een schoonheid om in te bijten. Tada! Ai! Dat is nog eens een bot. Dat moet van een gigantisch beest geweest zijn. Wat denk je, Semafoor? Zou dit bot van een olifant geweest zijn, Semafoor? Nee, het is van een nog groter dier, hè? Huh? We hebben een bot van een dinosaurus gevonden. Wat, een bot van een dinosaurus? Hey, lui, ze hebben een bot van een dinosaurus gevonden. Oh, een dinosaurusbot. Ze hebben een echt dinosaurusbot gevonden. Denkt u dat er nog meer delen van het geraamte gevonden zullen worden? Gisteren is op een bouwterrein aan de Kluifjesdreef een bot gevonden van de reeds lang uitgestorven Gigantosaurus. De trotse vinders zijn kapitein Semafoor en zijn hond Dommel. En dat hebben we helemaal aan mijn grote neus te danken. Professor Ger Raamte, een van 's werelds grootste specialisten op het gebied van dinosaurussen, verklaarde dat het bot afkomstig is uit de kleine teen van een gigantosaurus. De hele stad is sinds gisteren in rep en roer door de vondst van het gigantosaurusbot. Wij spraken op het gemeentehuis met de burgemeester en vroegen hem wat het bot betekent voor de toekomst van onze stad. Dankzij de goede neus van de onvolprezen Dommel is onze toekomst gewaarborgd. Binnenkort zal de toeristenstroom op gang komen. Miljoenen mensen zullen dan naar onze gigantosaurus komen kijken, vooropgesteld natuurlijk dat we ook de rest van het geraamte vinden. Dommel, begrijp je wel wat de gevolgen zijn van dat bot? Nou, we moeten niet te vroeg juichen. Laten we wel wezen, we hebben de rest van het geraamte nog niet gevonden, hè? Oh, dat zou je onsterfelijk maken, Dommel. Oh, mijn arme neus, dat doet pijn. Arme Dommel! Hier, krijg je een pleister van me. Dat is aardig van je. Er zit verkoelende zalf op de pleister. Echt waar? Sorry, het was zoveel. Ik sta in brand. Ik ruik niks meer. Nou kunnen we nooit de rest van die gigantosaurus vinden. Huil maar niet, mijn hondje. Huh? Ik heb onderzoek gedaan naar de werking van jouw neus en op basis daarvan mijn geraamtezoeker ontworpen. Kom, Dommel! Ruikt dat apparaat nou echt zo goed als mijn neus? Oh, en af!
heeft een bot gevonden. Graaf hem maar, Dommel. Ai, ai, ai. Hier. Hebbes, we hebben beet, zeg maar voor. Kijk nou wat, het is een ijskast. Dan ligt het bot daarin. Help me eens even, Dommel. Eén, twee, open. Dat is geen bot. Nee, maar het is wel een geraamte. Ik geef het niet graag toe, maar je geraamtezoeker heeft een goede neus. Oeh, heeft weer beet. Een oude paraplu. Wel een mooi geraamte, maar geen bot. Het is niet te geloven. Dat apparaat vindt elk geraamte behalve dat van een dinosaurus. Je had een bottenzoeker moeten bouwen. Hou op met dat gedrens, zie. Bobby, kom je eten? Bobby! Oh! Bobby, wat is hier de bedoeling van? Waarom gaf je al die gaten? Ik ben op zoek naar een gigantosaurusbot en als ik het vind, word ik beroemd. Dat doe je dan maar na het eten. Je moet nu aan tafel. Ik wil graven. Eten doe ik wel als ik beroemd ben. Ik ga dat gigantosaurus-skelet vinden en beroemd worden. Het vaderland zal een standbeeld voor me oprichten. Oh, gevonden. De ribben van de gigantosaurus. Oh, nee, maar het is een tuinslang. Luistert! Vanaf nu wordt er niet meer naar botten gezocht. Ik verbied het. De stad lijkt wel gek geworden door zo'n gigantosaurusbotje. Wat mensen al niet doen om beroemd te worden. Hé, Dommel? Dommel? Ik ga dus dat skelet vinden en niemand houdt me tegen. Wat heeft die een doorzettingsvermogen? Joepie! Wat lief dat je me helpen wilt, Balthazar. Op dit soort momenten leer je je vrienden kennen. Ja. Zolang we zoeken, delen we alles broederlijk. Maar als we het skelet gevonden hebben, krijg je me eentje de beloning. Ik voel aan mijn water dat het hier ergens moet zijn. Huh? Ja hoor, het ruikt hier naar botten. Het skelet moet in deze berg zitten. En of er hier botten zitten, ik weet het zeker. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh, god, durf jij daar naar binnen te gaan? Samen. Oké. Hoi! Balthazar, kom in mijn armen. We worden beroemd. Lang zullen we leven, lang zullen we leven, lang zullen we leven in de gloria, in de gloria. Maak het je weg, kom. Oei, oei, oei. Yeah!
De grot is verdwenen. Maar gelooft u ons dan toch? We hebben het skelet van de Gigantosaurus echt gezien. Het ligt onder die heuvel daar. Jullie spelden me wat op de mouw. Maar het skelet ligt echt onder die heuvel. Ik wil bewijzen. Ga je gang in, graaf die heuvel maar af, snotapen. Heeft u wel eens snotapenbotten zien opgraven? Nee, maar ik zie ze wel botvangen. Maar ik heb het skelet het eerst ontdekt en daarom moet het waar zijn. Wat op je bolle ogen, kat. Ik heb het skelet het eerst geroken. Jij ruikt nog geen drol als je erover uitgegooid bent. Nu niemand bewijzen kan dat het geraamte bestaat, maakt het niet uit wie het het eerst heeft gezien. En of het uitmaakt, het bestaat. Wat een gadoe. Wat zal mijn kleine Cherry gelukkig zijn als ik haar deze speciaal door mij ontwikkelde trainingsband met hulpstukken cadeau geef. Zij me voor. Oh, dankjewel. Zoete lipjes. Opschieten. Semafoor, het is 12 uur lunchtijd. Kom je aan tafel, semafoor. Gek, ik krijg die deur niet open. Al die rotzooi ook. Wat een troep is het hier toch. Semafoor, we kunnen eten, semafoor. Ah, barst. Ja, wij. Dommel? Kun je niet ergens anders gaan spelen? Ik speel niet. Huh? Oh, ik snap het al. Je doet eindelijk iets aan sport. Maar zou je niet liever in de tuin hoog springen? Erg leuk, zeg maar voor. Wil je me een genoegen doen en die stomme springvier onder me vandaan halen? Ja, je bedoelt een 7-mijlsvoet. Ga van me af! Het spijt me, zeg maar voor, maar het komt door al die troep die hier rondslingert. Jij hebt de laatste tijd te veel uitgevonden. Zou je denken? Misschien heb je gelijk. Er kunnen wel een paar projecten weg. Maar het is toch wel een beetje zonde om ze zomaar bij de vuilnisbak te zetten. Er zitten geniale uitvindingen bij. Weet je wat? We houden een kelderopruiming. Je denkt toch niet echt dat iemand die troep gaat kopen, hè? Zeker wel. De hele stad zal ervoor in de rij staan. Al die briljante uitvindingen die iedereen altijd al wilde hebben. Wat zullen de mensen gelukkig zijn. Dommel, jij kent mijn uitvindingen het beste. Zou jij wat weg kan naar de garage willen brengen? Met genoegen. Dit is mijn kans om alle troep weg te gooien. Buitenkantje. Ik begin er meteen na de lunch mee. Wat zijn die dingen zwaar. Hoppa. Ik heb me nooit eerder gerealiseerd dat semafoor zoveel uitvindingen deed. Geen hond zou hier iets van willen hebben. Maar ja, mensen schaffen zich de raarste dingen aan. Nou moet ik nog een manier verzinnen om klanten te lokken. Bingo! Dommel! Briljant! Hoe bedoel je dat, dommel, briljant? Niets, mevrouw Beatrix. Wat doen al die spullen in jullie garage? Nou, we gaan semafoors uitvindingen verkopen. Oh! Dat betekent dat iedereen profijt kan trekken van semafoors uitvindingen. Maar ze zullen zeker wel duur zijn. Nee, ze gaan weg tegen weggeefprijzen. Oh, weggeefprijzen. Dat moet ik mijn vriendinnen vertellen. En mijn breikransje. Oh, en de leden van de gymclub. Ze zullen me nooit vergeven als ik het niet vertel. Hop. Daarmee is mijn advertentieprobleem opgelost. En nu maar wachten op heel veel klanten. Zien uitvindingen tegen 100% korting. Zoek de uitvinding van uw dromen uit en neem hem gratis mee naar huis. Ik heb een strijkinrichting en ik krijg moeite om strijkijzers op te tillen omdat ik wat ouder word. Ik heb wat voor u. Waar is die? Kijk eens, een strijkijzer op wieltjes. Zo strijkt u zonder moeite. Dat is nou precies wat ik zoek. Hoef ik er echt niks voor te betalen? Nee, maar denk erom. Misschien werkt hij niet helemaal goed. Dat zal wel meevallen, hoor. Bedankt. Dommel, heb je ook een uitvinding die ik in mijn kapperszaak kan gebruiken? Nou, en of, mijn beste. Moet je kijken. Dat is een omgekeerde klok waarop je alleen de tijd af kunt lezen als je in de spiegel kijkt. Prachtig. Dank je wel, Dommel. Rustig, mensen. Niet dringen. Er is genoeg voor iedereen.
Ik hoop maar dat ze goed werken. Huh? Jullie kelderopruiming is een succes. De mensen vochten bijna om een uitvinding van Semafor te pakken te krijgen. Maar zeg eens, heb je toevallig misschien ook nog iets leuks voor mij? Wat dacht u hiervan? Maar dat is een gewone koekenpan. Nee hoor, want hij kan niet aanbakken. Oh, die heb ik altijd al willen hebben. Laat eens kijken. Dommel, er zit helemaal geen bodem in deze koekenpan. En daarom bakt hij ook nooit aan. Zo lekkere lalbroek. Jij bent zeker de leukste thuis. Ik zal mij maar eens iets anders geven, knul. Ja, ja. Een zelfwerkende bakoven. Oh, dat is handig, zeg. Die neem ik. Oh, dat hing eens zwaar, zeg. Daar was een reden voor, maar die weet ik niet meer. Ik neem hem mee, dankjewel, hoor. Vergeet de handleiding niet. Weer een weg. Dommel, je wilt vast wel een mooie uitvinding uitzoeken voor je buurmeisje. Voor jou altijd, Sherry. Ik weet het al. Wat spannend. Oh, volgens mij is dit een trainingsband. Heb ik dat goed geraden, Dommel? Ja, en omdat Semafor hem speciaal voor jou gemaakt heeft, mag je hem nu meenemen. Dankjewel, hoor. Hij doet dingen die geen andere trainingsband doet. Ik probeer hem meteen. Doe er goed aan, Semafor, hè? Dommel, heb je ook nog iets van mij? Ja hoor, Balthazar. Kijk eens, hier, voor jou. Flauw hoor, dat is een gewone hoelahoep. Als je goed kijkt, zie je dat het geen gewone hoepel is. Hier, er zit een bewegingsgeleider met 3 snelheden op. Je moet hem gewoon eens proberen. Kijk, hij hoelahoept helemaal uit zichzelf. Vind je dat niet leuk? Nee dus. Hoelahoepen is alleen maar leuk als je het zelf kunt doen, Dommel. Op deze manier is het onder ons gezegd stom vervelend. Daarbij begin ik er hartstikke misselijk van te worden. Dommel, help me, zet het ding af! Hij heeft een bewegingsgeleider met 3 snelheden, weet je nog, Balthazar? Het zal maar een zorg zijn, schiet op, zet het ding af! Maar dat is het probleem dus. De bewegingsgeleider met 3 snelheden zorgt ervoor dat de hoepel blijft hula hoepen. Wat? En zo te zien gaat hij spontaan sneller hula hoepen. Help me nou! Oké, ik probeer hem te stoppen. Let op, Balthazar. Vlug, spring eruit. Balthazar, spring eruit. Hij is gestopt. Oh, Sherry is in gevaar. Oh. Help me alsjeblieft, Dommel. Ik kan niet meer. Maar waarom stap je niet gewoon van de band af? Ik wil wel, maar iedere keer als ik het probeer, dan grijpen die andere mensen en zetten me weer op de band. Maar voor zei al dat het apparaat dingen doet die geen enkele andere trainingsband kan. Niet echt handig, hoor. Oh, ik kan niet meer. Weet je wat, Sherry? Als jij eraf springt, dan spring ik erop. Dommel, probeer jij het stop te zetten voor ik uitgeput raak. Eens kijken, op welke knop moet ik drukken? Deze. Hij gaat steeds harder, zet stil dat ding. Oeps, dat was dus de verkeerde. Deze dan. Huh? Zo simpel is het dus. Waarom ben ik daar nou niet opgekomen, hè? Doe nu het zelfrijzend bakmeel in de oven. Vervolgens een kop water en 3 geklutste eieren. Sluit nu de deksel. Zet de oven aan en na ongeveer 1 minuut heeft u een overheerlijk vers brood. Oh, niet te geloven. Semafor heeft de droom voor elke huisvrouw waargemaakt. Goed, ik druk nu de startknop in. Hop! Oh, hij is nu vast het deeg aan het kneden. Ik zou het zelf niet steviger kunnen doen. Hij is uitgekneed. En dan moet hij nu dus gaan bakken. Zeer warme bakker. U doet er verstandig aan om deze oven alleen buiten te gebruiken. Dommel, ik veel je! Geweldig apparaat. Hoe kan ik nog jaren blijven strijken? Dat stopt.
stomme apparaat niet meer te repareren. Hoe komt u aan die rare klok? Goed, het is alleen met een spiegelbeeldige wijzerplaat. Dat zie ik. Maar de wijzers lopen terug. Sinds ik hier ben is het een half uur vroeger geworden. Gompie, u hebt gelijk. Stomme dammel. Lekker hoor om op zo'n mooie dag even de benen te strekken. Nee maar. Een oploop zou Dommel een ongeluk gehad hebben. Hier heb je die stomme klok van je terug. Oude mens, voor de gek houden, durf je wel. Maar ik zei toch dat ze misschien niet helemaal goed werkte? Dommel, wat is hier aan de hand? Ik heb al die uitvindingen weggegeven, maar het spijt me, de mensen willen ze niet hebben. Dan had je ze beter moeten uitleggen hoe ze werken. Huh? Wat? Waarom stort u die troep in mijn voortuin? Dat zijn geen uitvindingen van mij. Oh, sorry hoor, ik dacht dat dit een stortplaats was. Oh, domme! Het spijt me, maar het is niet mijn schuld, hoor. Neem je troep onmiddellijk mee. Het is een keurige voortuin en geen vuilnisbelt. Dag. Wat is het toch fijn om op vakantie te zijn, vind je ook niet? Maar het is ook vermoeiend, hoor. Ik verlang naar een zacht hotelbed en een uitgebreide maaltijd. Dat hebben we wel verdiend. Nog even geduld, Dommel. Kijk eens, daar is een eerste klas hotel. Oh ja, wat fijn. De kamers hoeven geen bad te hebben als de bedden maar goed zijn. Volgeboekt. Oh. Ja, en ik heb je nog zo gezegd dat je moest reserveren. Maar de folder zei dat hier zelden toeristen komen. De zon gaat al bijna onder, doe eens een goed voorstel. Als we doorrijden, zullen we vast wel iets vinden. Geen hotel, geen herberg. Als het zo doorgaat, moeten we in de open lucht slapen. Hela, moet je daar kijken. Dat is vast een hotel. Het ziet er niet bijster bewoond uit en er is ook helemaal geen uithangbord. Het is vast geen hotel. Alles is beter dan in de open lucht slapen. Daar heb je gelijk in. Nergens licht. Volgens mij staat het leeg. Huh? In lege huizen brandt nooit licht. Semafoor, klop jij aan? Waarom ik? Hallo? Help! Gaat het, semafoor? Er hangt hier een spookachtig sfeertje. Hallo, is daar iemand? Hallo? Wij zijn verdwaalde reizigers en vroegen ons af of we hier vannacht konden slapen. Geen antwoord, wat vreemd. Er moet toch iemand in huis zijn? Misschien zijn ze ergens boven. Wauw, dat zijn nog eens een hoop kamers. Weer een deur die vanzelf open gaat. Niemand te zien. Ah, een bed. Wat zal ik lekker slapen. Wacht eens even, ik kan niet slapen zonder deken en kussen. Oh, wat fijn. Nou kunnen we hier toch slapen. Gauw, semafoor roepen. Semafoor! Pardon, zou u mij uit willen leggen waarom u niet bang bent? Oh, daar bent u. Ja, ik wist wel dat er iemand in huis was. Ik heet Dommel. Zeg, zouden we hier vannacht misschien kunnen slapen? Natuurlijk, graag zelfs. Wij zijn zeer gesteld op gasten. Maar zeg eens, ben jij niet bang voor spoken? Spoken?
Oh, u bent een spook. Nou, ik ben helemaal niet bang voor spoken, hoor. Oh, dat vind ik aardig dat je dat zegt. Om de een of andere reden nemen de meeste gasten die hier komen altijd meteen de benen als ze ons zien. En ik begrijp maar niet waarom. Ach, het is niet waar. Wat raar nou. Leuk u te ontmoeten, meneer Spook. Ik blijf vinden dat hier in huis een raar sfeertje hangt. En ik zou best iets willen drinken. Huh? Nee, maar bedankt. Huh? Wat is dat? Huh? Vindt u de wijn lekker? Hij is van een goed jaar. Oh, nee. Oh, hey. Dammel! Vlug! We moeten hier weg. Het spookt hier. Het spookt hier. Oh, er is nog één. Wat doe je opeens raar? Aangenaam met u kennis te maken. Mag ik mij even voorstellen, Swedenborg van den Geestenrijk. En ik woon hier al 500 jaar. Zeg maar, voor we zijn je manieren gebleven. Zou je je niet eens voorstellen? Dit is mijn baasje Semafoor, hij is uitvinder. Oh, een uitvinder, wat enig zeg. Goh, hij is van zijn stokje gegaan. Dat doen mensen altijd als ze ons zien. Wij begrijpen niet waarom, maar alles went. Dommel, dit is Wit Wieveke, mijn trouwe echtgenote. Ze is een uitstekende gastvrouw en kokkin. Mogen wij een tijdje blijven? Ik ben gek op koken. Misschien kunnen we recepten uitwisselen. Blijf zolang je wilt. Zal ik iets lekkers voor je klaarmaken? Ja. Oh, oh. Gaat het weer een beetje, Semafoor? Oh, Dommel! Ik heb net mijn buikje rondgegeten. Het zijn ontzettend aardige mensen en je hoeft niet bang voor ze te zijn, hoor. Bang? Wat klets je? Semafoor is nooit bang. Oh, ja. Oh. Meneer Spook is een uitstekend schaker. Ik ben echt geen partij voor hem. Maar ik heb ook al 400 jaar de wereldkampioenschappen voor spoken gewonnen. Hopzee! Eindelijk is een sterke tegenstander. Partijtje spelen? Aangenomen. Ik ga een uurtje slapen. Schaken en mat. Kijk nou toch eens, ik heb verloren. Dat is me in geen eeuwen overkomen. Dat komt vast omdat briljante geesten elkaar zelden ontmoeten. Wat dacht je ervan om vriendjes te wachten? Doen we. Dit is nog eens een fantastische motor, vind je niet? Nou, wel harder. Yeah! Volwassen mensen zijn toch ook net kinderen? Dit is de beste stek van de buurt. Het zit hier vol vis. Wat je zegt, ik vis met een platter. Geweldige Dommel. Maar niet verslaat een lunchbox, dan weet je tenminste wat je krijgt. Dat was een mooie stoot, vind je niet? Ja, maar dat kan ik ook. Let maar eens op. Wanneer leer je nou eens dat niet alles wat rond is een biljartbal is? Het spijt me, Dommel. Die Dommel. Het was gezellig, maar we moeten nou echt naar huis. Dank u voor de gastvrijheid en kom eens langs als u in de buurt bent. Als je wilt, kun je hier tot in de eeuwigheid blijven. Oh, dat is heel vriendelijk van je, maar een ander keertje graag. Kom, Dommel, we gaan. De deur wil niet open. Jullie zouden mijn vrouw en mij een groot genoegen doen als jullie nog een tijdje wilden blijven. Ja, maar... Als je nee zegt, dan word ik verdrietig en dat is niet leuk als je begrijpt wat ik bedoel. Goed, dan blijven we. Dat vind ik sympathiek van je. We zullen alles doen om te zorgen dat jullie je hier thuis voelen. We zouden niet willen dat jullie hier ooit nog weggaan. Joepie, we blijven hier. Die denkt ook alleen maar aan eten. Maar ik moet een manier verzinnen om te ontsnappen. Anders zitten we de rest van ons leven in dit spookhuis opgesloten. Een raket, dat is het. Die moet niet zo moeilijk te maken zijn. Kwestie van goed berekenen. Zei jij iets helemaal voor, hè? Nee hoor, lekker zeg. Je bent een geweldige kokkin, Wit Wieveke. En ik zou nog wel veel meer lusten. Maar dan haal ik nog wat voor je. Soms wat extra huishoudgeld voor me, Swedenborg. Gastvrijheid kost wel veel geld. Ah! Precies wat ik zocht. Als ik dit kanon zo kan ombouwen dat het ons kan wegschieten, dan komen we aan de andere kant van het meer terecht en dan zijn we vrij. Nee, ik wil niet een bad. Nee, maar een bad hoort bij de server. Nee. Maar Dommel toch. Nee. Oh, het huis stort in. Hemeltje. Oh.
Mijn beste semafoor, kan het niet wat zachter? Weet je niet hoe laat het is? Oh, waarde vriend, heb ik je wakker gemaakt? Dat spijt me. Als je 's nachts wil uitvinden, doe het dan zachtjes. Ik wil slapen. Goed, wel rust het dan maar. Doe. Hop. Hemel, mijn gazon, het lijkt wel een maanlandschap. Eén keer per dag krijg ik last van mijn instincten en dan moet ik botten begraven, of ik wil of niet, grappig. Ik heb dit gazon 500 jaar liefderijk verzorgd en nu is het geruïneerd. Prima uitvinding, maar ik heb ietsjes te veel kruid gebruikt. Ga me niet vertellen dat jij probeerde te vliegen. Alle grote uitvinders proberen te vliegen. Dat gaat kapitale kosten om het op te knappen. Ik was vergeten om het raam open te zetten. Dom van me, hè? Oh, nou heb ik er genoeg van. Jullie pakken onmiddellijk je koffers. En als ik jullie hier ooit nog zie, dan zal mijn spokenvraag verschrikkelijk zijn. Gasten zijn alleen maar leuk als ze zich als gasten gedragen. Niet als ze doen wat ze thuis altijd doen. Ga me niet vertellen dat die ontploffing opzet was. Niet helemaal, maar het ging erom dat ze ons lieten gaan. Oh, hey, kijk, wat een sportwagen. Oh? Oh. Je hebt gelijk, liever. Een vakantie zal me goed doen. Lekker spook in Benidorm. Zag je dat, zeg maar voor? Waar zouden die twee naartoe gaan? Zolang ze maar niet bij ons komen spoken. Zo lekker als een dutje doen op een warme zomerdag. Wie deed dat? Sorry dat ik je stoor, maar mag ik mijn bal terug, dommel? Oh, ben jij het, Harry? Kun je de volgende keer beter uitkijken? Het doet pijn als je een honkbal in je gezicht krijgt. Oh, dommel, het spijt me. Het was mijn schuld. Ach, tje, je deed geen zeer, hoor. Dag Terry, dag Harry aan het honkballen. Dat proberen we, maar ik kan niet zeggen dat we er erg goed in zijn. Zeg eens, hebben jullie trek in een stukje taart? Ik heb hem zelf gebakken. We zitten een beetje met een probleem. Misschien weten jullie iets. Goed, ik heb toch niks te doen. Met genoegen, Terry, want jij bakt de allerlekkerste taarten. Ik zou zeggen, tas toe. Wauw, het ziet er goed uit. Erg lekker. Natuurlijk is die lekker, uilskuiken. Cherry heeft hem gemaakt. Had je een probleem, Cherry? Stort je hartje maar eens uit, kindje. Ach, het gaat om een honkbalteam. Je weet wel, de klunzen. Ze spelen dit seizoen slechter dan ooit. Ze hebben nog niet één keer gewonnen. Wat wil je? Harry is hun beste werper. De klunzen. Huh? Zeg dat nog eens. Ach, je hebt gelijk. Het is mijn schuld. Ik gooi alleen maar ballen waarmee iedereen een homerun kan maken. Semafoor, weet jij een oplossing? Je hebt dus worpen nodig die niemand kan terugslaan. Ah, dat was een heerlijk stukje taart. Lekker hoor. Ja, ik zal wel een oplossing voor je vinden, Harry. Ja. Oh, meen je dat? Je bent een lieverd. Oh, waarom moet die man nou altijd overhaaste beloftes doen? Hi-ha! Hier is Dommel, de beste slagman van het land. Hij concentreert zich op de eerste slag. De werper gooit en bam! Alweer een home run. Dommel! Waarom zijn jullie zo raar uitgedost? Jerry vertelde ons dat Semafoor weer eens aan een geniale uitvinding werkt en wij komen helpen. Ja, hij is een honkbalbal aan het ontwikkelen die niemand kan raken. Doet hij om Harry te helpen, die dit seizoen vreselijk slecht werpt. En ik help met het uittesten. Dat wordt lachen. Je kunt nog niet eens een makkelijke bal slaan. Wat? Dommel, zouden jullie eventueel misschien mijn hulp kunnen gebruiken? Geloof het of niet, maar ik was op de middelbare meisjesschool de beste werpster van het softbalteam. De middelbare meisjesschool? Dat is lang geleden, uit de tijd van mijn overopoe. Wat wil je daarmee zeggen, hond? Het is me gelukt! Ik heb het! Dag, vrienden. Is dat nou de honkbal die je voor Cherry uitgevonden hebt? En of, mevrouw Beatrix? Deze bal kan niemand raken. Je meent het. Hij ziet eruit als een gewone bal, hoor. Dat zal elke gemiddelde kijker zeggen. En alleen oplettende lieden zullen het verschil zien. Zullen we beginnen met het testprogramma? Gaat uw gang. Goed, daar komt-ie, hoor. Oh,
Je kunt kiezen uit drie verschillende worpen door op één van de knopjes te drukken. Doe ook eerst het rode knopje. Nou, dat wordt een makkie, zeg. Mes, inslag. Hip, hip, hoera, je kan het nog. Het was net of die bal uit twee helften bestond. Dat doet hij ook en dat maakt het moeilijker. Goed, ik zal hem raken. Komt-ie, vangen! En nu probeer ik het gele knopje in het midden. Een tweede slag. Komt-ie weer! Ik houd ermee op. Het is helemaal niet leuk als je een bal nooit kunt raken. Wat flauw van je, dommel! Ik neem je slagbeurt wel over. Oké, kom maar op met die bal. En tenslotte het blauwe knopje. Benieuwd wat die voor spannends doet. Oh, dit doet me denken aan die heerlijke tijd op de middelbare meisjesschool. Nee toch, dat is peper. Zeg eens, Dommel, heb je de bal gevangen? Ik ben de volgende keer wel toeschouwer. We hebben het testprogramma afgerond en het blijkt dat mijn uitvinding aan de verwachtingen voldoet. Ik ben geniaal. Zie maar voor, we hebben een blessure. Het overkwam me vroeger op school toch niet? Zo, een honkbalknuppel die altijd raak slaat? Ja, want de leden van Marty's ploeg hebben dit seizoen nog geen bal geraakt. Eens even denken, kan ik een honkbalknuppel maken die altijd zijn slag slaat? Jij kunt alles, semafor. Vertrouw maar op mij. Zie hier de honkbalknuppel met ingebouwde sensor. Zo, die heb je ook snel uitgevonden. Leg eens uit hoe die werkt. Nou, ik heb een sensor in de knuppel gezet die de beweging van de bal volgt en ervoor zorgt dat het uiteinde van de knuppel altijd precies in de baan van de bal is. Maar dat betekent dat je gewoon stil kunt blijven staan en toch altijd een home run slaat. Precies, maar we moeten hem eerst uittesten. Uit veiligheidsoverwegingen ben ik dit keer de werper. Vooruit, Dommel. Doe je best, jongen. Hé, hey, Balthazar, daar komt-ie. Geweldig! Hij doet wat hij doen moet. Die kat heeft puur geluk gehad. Deze raakt hij dus niet. Te gek, geweldig. Laat mij eens een keer slaan. Nee, niet Dommel, staan blijven. Geef mij die knuppel, ik wil ook wel eens een home run slaan. Geef hier. Die knuppel is voor verbetering vatbaar. Hij zou tenslotte alleen op een bal mogen reageren. Alsjeblieft, Semaphore, wees lief en help hem uit de nood. Je zoekt een handschoen die elke worp kan vangen. Ik zal mijn best doen. Je bent een engel. Ik heb de handschoen volgeplakt met zuignapjes die zich aan de bal vasthechten zodra ze aangeraakt worden. Slim, hè? En die robotarm is geniaal. Je kunt er verder mee rekenen dan nogmaals. En om te voorkomen dat de extra arm opvalt, doen we er een vleeskleurige huls omheen. Alsjeblieft, Balthazar. Zo, nu ziet niemand meer dat je een kunstarm hebt. Niemand ziet het meer. Nou, daar zou ik niet al te zeker van zijn, hoor. Laten we ons niet langer bezighouden met de details en met het testen beginnen. Ik ben tot nu toe als slagman en werper geweest, dus ik heb nou het recht om de machine te bedienen. Nou, wat moet ik nou toch met die hond? Balthazar, zou jij willen vangen? Oké. Kom maar op, hoor, Dommeltje. Goed, Balthazar. Op. Hey, wat vervelend. De ballenmachine is stuk. Hop, hop, hop. Uitroest. Yep. Wanneer bouw je nou eens iets goeds? Stom ding. Ja, ik kom al. Is dat een ramp te gebeuren? De
Dag, Cherry. Wat heb je op je hartje? Moet je horen. Er wordt deze maand een honkbalwedstrijd gehouden... en Harry, Matty en de agent hebben hun teams ingeschreven. De klunzen, de blunders en de missers doen alle drie aan de wedstrijden mee. Wat? De bal die niemand kan raken en de honkbalknuppel die alle ballen slaat? En de handschoen die elke bal kan vangen? Nou, dat zal maar een gevecht worden, zeg. De deelnemers zijn de klunzen, aangevoerd door Harry van de Supermarkt. De blunders, aangevoerd door Dikke Marty. En de missers, aangevoerd door onze vriend de politieagent. De drie ploegen die gebruik hebben gemaakt van Semafoor's uitvindingen... hebben de finale gehaald. Precies zoals we verwachten. En de wedstrijd is dus tussen de bal die niemand kan slaan... en de honkbalknuppel die nooit de slag mist. Het is zo spannend. Zal ik jullie eens wat vertellen? Die drie ploegen hebben voor de wedstrijden niet eens een keer geoefend met mijn uitvindingen. Maar Harry's klunzen hebben nog geen enkel punt verloren. En Marty heeft al 4 homeruns geslagen. En de agent vangt zo goed dat hij gevraagd is voor de nationale ploeg. En ik heb begrepen dat alle drie de ploegen de afgelopen week als gekken getraind hebben. Zo? En sport is toch het leukst om naar te kijken als alle deelnemers hun best doen en even sterk zijn. Kom, dan moedigen we ze aan. Kom op, klunzen. Doe je best, blunder. Draadje hier omheen doen en dan vastknoppen. Zeg maar voor, denk je nou echt dat je met dit malle apparaat water kunt opwarmen? Dommel, je gaat me toch niet vertellen dat je niet gelooft in mijn geniale zonneboiler? Oh, ik wil er best in geloven hoor, maar de ervaring leert dat je uitvindingen meestal absolute flops blijken. Wat? Wat zeg je? Leven mijn bretels. Dag, Semafoor. Laat me raden. Je bent iets aan het uitvinden voor geveltoeristen. Denk niet dat u leuk bent, mevrouw Beatrix. Oh, waarom kom je niet naar beneden? Dan krijg je een lekker kopje thee van me dat ontspant. En je lust vast wel een stukje van de taart die ik net gebakken heb. Wat? Taart, zei je? Taart? De vreedzak. En er is de ene brand na de andere. Ik snap het niet. Het is inderdaad zorgwekkend. Dammel, eet niet zo smerig. Ik geneer me dood voor die hond. Maar het is ook zo lekker. Eten is je grootste plezier, hè, Dammel? Wat ik zeggen wilde. Er is gisteren bij Tommy brand uitgebroken. En er zijn 3 huizen in de as gelegd. Wat? Nee. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Maar die mensen zijn alles kwijtgeraakt. We moeten ook voorzichtig zijn met vuur. En of? Ik zou doodongelukkig zijn als al mijn kleren, mijn poppen en mijn make-up spulletjes zouden verbranden. Oh, ik moet er ook niet aan denken dat we alles kwijt zouden raken. Maar als dat gebeurt, kun je het beste een kopje thee gaan drinken om van de schrik te bekomen. Als de thee niet met het eten verbrand is, tenminste. Wat? Het eten verbrand? Niks daarvan. Ik zweer dat er hier niets in de as wordt gelegd zolang ik leef. Huh? Dommel, voel jij je wel lekker, ouwe jongen? Zo. Het elastiekje aanspannen. Schroefje vastdraaien. Ziezo, mijn zonneboiler is klaar. En ik kan de wereld weer een staaltje van mijn genialiteit tonen. Zo, dit moet genoeg zijn. Ik ben op alles voorbereid. Hiermee kan ik wel een fikkie blussen. Dommel, zullen we kat en hondje spelen? Kun je niet uit je doppen kijken, kat? Ga je mij de schuld geven? Welke idioot zet nu overal emmers neer? Waar je je
Dat heb ik gedaan om te kunnen blussen als er brand uitbreekt. Wat ben jij toch een domkop? Als je zorgt dat je branden voorkomt, hoef je ze niet te blussen, begrijp je? Die rotkat heeft gelijk. Onvoorstelbaar dat ik daar zelf niet opgekomen ben. Beter laat dan nooit, dommel. Hier ligt een mooie taak op je te wachten. Een sigaret kan brand veroorzaken. Pas op met vuur. Pas op met vuur. Brand kan op veel manieren veroorzaakt worden. Ik moet opletten. Huh? Huh? Cherry's huis staat in brand. Piepoe, 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 piepoe. Cherry, je huis staat in brand. Yep. Cherry, je gordijnen hebben een apart patroontje. Heb ik mijn kamer helemaal opgeruimd, kan ik weer beginnen. Hoe kun je nou zo stom zijn, dommel? Dit is onvergeeflijk. Oeh. Oh, wat een blunder. Brand in Mokum, brand in Mokum. Zute schinder, zute schinder. Brand, 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 brand. Oh, erwtensoep uit grootmoeders tijd. Zo. Voorzichtig met vuur, mevrouw Beatrix. Oeh, dommel, ik eis een verklaring van je. Een fornuis kan brand veroorzaken. Doe maar op, dan vlammen slaan me uit. Heeft u een feestje, mevrouw Beatrix? Oh, mijn neus, zag. Net of die in brand staat. Brand? Waar, waar? Waarom zo? Dommel, waarom speet je me nat, zag? Nou, je zei toch dat je neus in brand stond? Wat raaskal je? Ik bedoel het figuurlijk en niet letterlijk, suffert uilskeuken. Wat moeten we nou met zo'n hopeloos geval beginnen? Als ik het woord brand hoor slaan, de stoppen bij me door. Had ik maar een goudvis. Waar ik rook ruik, zal er vuur zijn. Het is me nog niet eerder opgevallen dat mijn dommeltje zo bang voor brand is. En het is erg, hoor. Hij slaat helemaal door als hij vuur ziet. Of zelfs het woord brand maar hoort. Kunnen we hem niet helpen? Hoppa, voeg deze brand. Stil, brand en vuur zijn taboewoorden. Ik wilde alleen maar zeggen dat ik voor deze brandende kwestie een oplossing weet. Dommel moet gewoon een ditje gaan doen. Ja, dat is de oplossing, Semafoor. We moeten Dommel copieus laten eten. En als zijn maag vol is, valt hij vanzelf in slaap. We hebben echter een klein probleempje. We kunnen geen fornuis gebruiken, want dan gaat hij weer als een dolle op de keer met die brandspuit. We moeten dus een manier vinden om Dommel in bed te krijgen. Hebbes, ik regel dat wel. Ruik ik daar niet een brandlichtje? Atsjoe, atsjoe. Joepie, het lukt, hè? Dommel, volgens mij heb je touw gevat. Ja, je hebt koorts. Kom op, Dommel. Je moet naar bed toe. Kom, maar Balthazar, ik voel me helemaal niet ziek. Ik heb het, we stoppen hem in het bad. Bad? Bedoel je dat hij rustig wordt in een warm bad? Ja, mevrouw Beatrix. Met behulp van mijn zonneboiler gaan we de spanning van zijn bast weken. Wat moeten jullie? Hou je snuit en doe wat we zeggen. Nee! Rustig maar, Dommeltje. Zo erg is het niet. Kom op. Ik wil niet. Laat me eruit. Eerst ga je ontspannen in het bad en daarna ga je lekker een tutje doen. Mijn boiler werkt nog uitstekend, zeg. Zou ik nog genialer zijn dan ik dacht? Doe niet zo flauw. Laat me eruit. Dames, mag ik jullie uitnodigen voor een kopje thee terwijl het dommeltje ligt te weken? Ja, ja, lekker. En jullie lusten er vast al een stukje zelfgebakken slagroomtaart bij. Heerlijk.
Jerry. Dit is niet leuk meer. Doe die deur open. Ik wil eruit. Oh. Oh, nee. Au, dat is heet. Au, au, au. Oh. Ja, ja, ja. Ai, ja. Semafoor, waar kan ik de suikerklontjes vinden? Oh, de hele badkamer is een badkuip. Semafoor, de suiker! In het linker keukenkastje. Ik kom maar even. Hier ontspan ik dus niet van. Dommel weet dit soort dingen beter dan ik. Hier is de taal! Wat is dat, Jari? Is geblust. Je moet voorzichtig zijn met vuur. Je hebt gelijk, Dommel. Wees dan ook voorzichtig, ja. Dommel! Je kunt beter een brand voorkomen dan blussen, ja toch? Jakkes, waarom moet ik toch altijd de vieze rotkarweitjes hier in huis opknappen? Is die eindelijk schoon? Hé, gelukkig. Ik ben klaar. Mag ik nou lekker een tukkie doen? Dommel, Dommel! Tiste? Als je met een schoorsteen klaar bent, kom je dan de vaat afwassen? Wat? Nee, toch? Heb je me gehoord? En niet zeuren. Niet afwassen is niet eten, ja? Oh, maar dat is niet eerlijk van je, semafoor. Waarom kom je door de schoorsteen naar beneden? Omdat je hele gemene dingen zei. En toen struikelde ik en toen viel ik. En het is net allemaal jouw schuld omdat je steeds op me zit te fitten. En nou ga ik slapen, want dat verdien ik. Zet ze blijven, Dommel. Waarom? Jij gaat niet met die roetpoten door de kamer lopen. We zijn uren bezig geweest om het tapijt te reinigen en ik wil het schoonhouden. Nee, best. Dan slaap ik hier wel. Dommel, ik begin zo langzamerhand genoeg van je te krijgen. Ga onmiddellijk douchen. Wat? Oh nee, niet douchen, alsjeblieft niet. En of jij gaat douchen, wie denk je wel dat je bent, assenpoester? Omdat je met je billen in de as van de haard zit? Wie is assenpoester? Nooit van assenpoester gehoord? Dan moet je nou eens goed luisteren. Assenpoester was een mooi meisje dat misbruikt werd door haar boze stiefmoeder en stiefzusjes. Maar toen verscheen haar petemoei die haar een paar glazen muiltjes gaf, zodat ze naar het bal in het kasteel kon. Een prins werd verliefd op haar en ze trouwden. En een assenpoester noem je nu een kind dat opeens fortuin maakt of beroemd wordt. Assenpoester, hè? En nu ben ik het zat. Dommel, doe onmiddellijk wat ik je zeg en ga douchen. Vooruit. Mij krijg je van zo lang zal zijn leven niet onder de douche. Ik ben je baasje, Dommel. Een trouwe hond doet altijd wat zijn baasje zegt. Ik ga niet. Oké, jij je zin, dan douche je maar niet. Maar zorg dat je uit mijn buurt blijft, want anders ga je linea recta in bad, begrepen? Ik blijf met genoegen hier zitten. Het is een fijne schoorsteen. Het is een behagelijk plekje. Doe niet zo belachelijk, Dommel. Iedere schoorsteenveger maakt na de schoorsteen zichzelf schoon. Je stelt je aan, stom beest. Ik ben geen schoorsteenveger. Ik ben een hond en honden gaan nooit in bad. Ach, ga slapen. Ja, eindelijk zegt hij eens wat zinnigs. Ja.
is hier? Ja, ik kom al. Waar blijft hij nou? Altijd hetzelfde met dat luie beest. Dommel, dommel. Ben ik al? Wat is er? Hoe vaak moet ik je nou nog zeggen dat je meteen moet komen als ik je roep? Ik heb meer te doen dan op jou te wachten. Luister, je moet mijn jurken strijken, anders kan ik vanavond niet naar het bal. Oh, ja. En een beetje vlug, want ik wil ze allemaal nog passen. Wat? Uw hele garderobe? Yeah. Waarom moet alles gestreken worden? De meeste jurken zijn er 3 maten te klein. Daar kan ze toch niet meer in. En ze kan maar 1 jurk aan naar het bal. Zeg, Tommel! Ja, meneer? Zorg dat je deze schoenen poetst. Ik heb een uitnodiging voor het bal van Cherry, de mooiste en rijkste vrouw van het land. Zorg dat mijn smoking klaar hangt en vergeet niet de vouwen te persen in mijn broek. Ik zou ook wel naar dat bal willen. We moeten opschieten, hoor, anders komen we veel te laat. Ach, Balthazar, wat zie je er toch knap uit in je smoking. Je bent vast de mooiste jongen van het bal. Cherry zal onder de indruk zijn. Dat is de bedoeling ook. Ik wil met haar trouwen. Wie met Cherry trouwt, wordt de rijkste man van de wereld. En jij verdient dat. Dommel, laat ik niet merken dat je geluierd hebt als we weg zijn, want dan zwaait er wat als ze terugkomen. Begrepen, Dommel? Ja. Kom, Balthazartje van me. Ik ben de ongelukkigste hond van de wereld. Ik ga dood van de honger en het enige wat ik doe is vuile borden afwassen. Ik wou dat ik naar het bal mocht, dan zou ik dansen en lachen. Semafoor zou me wel meegenomen hebben. Waar ben je, Semafoor? Maar Dommeltje toch? Ah. Waarom keek jij zo verdrietig? Huh? Oh, dag, ik ben je lieve Petermoei. Doe niet zo gek, je bent mijn baasje, Semafoor. Nee, Suffert, dit is een sprookje. En ik ben je lieve Petermoei, die uit de feeënhemel is neergedaald omdat je zo verdrietig keek. Knoop dat in je oren of ik verdwijn weer, begrepen? Oké, ik begrijp het al. U bent mevrouw Petermoei. Mag ik nou een wens doen omdat ik een zielig hondje ben? Natuurlijk mag jij een wens doen. Waarom heeft een Petermoei anders een toverstokje bij zich? Dus jongen, zeg maar wat je op je hart hebt en als het toveren een beetje lukken wil, word jij veranderd in wat je zou willen zijn. Oh, echt waar? Petermoei, je liegen niet. Kunt u ervoor zorgen dat ik naar het bal kan? Dat is mijn liefste wens. Natuurlijk, het komt in orde. Oeps. Dit is geen smoking, maar een panda. Vergissinkje. Doen we nog een keer. Hoppa. Ik wil naar een bal, niet naar oma. Toveren is echt niet zo eenvoudig, Dommel. Heb ik weer. Een lieve Petermoei die de toverspreuken door elkaar haalt. Oh, wacht eens even. Ik gebruik helemaal het verkeerde stokje. Dom van me, zeg. Dit is hem. Dit is het goede stokje. Wil je nog steeds naar het bal, jong? Oh ja, alsjeblieft, lieve Petermoei. Goed, aan vuur. Oh ja, dansen, swingen en pret maken. Ah, je ziet er al een stuk vrolijker uit. Maar we mogen niet vergeten dat je ook nog een voertuig nodig hebt om naar het bal te gaan. Dommel, ga eens een pompoen zoeken, wil je? Wat, een pompoen? Wat moet je nou met een pompoen? Dat zul je wel zien. Haast je wat. Oké. Is een halve ook goed? Huh? Kon je nergens een hele vinden? Nee, van de andere helft heb ik een taart gemaakt. Nou, voor deze keer dan maar. Zet hem maar op de grond. Hoe kun je nou van een pompoen een voertuig maken? Dat is heel eenvoudig. Daar hebben wij een atoomwisselaar voor. Die maakt van het een het ander en van een pompoen een sportwagen. Dat is nog eens een te gek gaaf sportwagentje. Dankjewel hoor, Petermoei. Nu kan ik naar het bal. Olala, Dommel, niet zo vlug. Ben je niet iets belangrijks vergeten? Niet dat ik weet. Oeps. Moet je kijken, dit zijn automatische dansschoenen. Hiermee kun je op elke soort muziek dansen. Roomba, tango, horlepiep, je danst alsof je nooit iets anders hebt gedaan. Bedankt, Petermoei, wauw. Maar denk erom, Dommel, de betovering duurt maar een paar uur. Als de klok voor het middernachtelijk uur slaat, dan wordt alles weer gewoon zoals het was. Dus niet vergeten dat je voor 12 uur het feest verlaat en naar huis gaat. Ja hoor, Petermoei. Goed, mijn jongen, ga nu maar gauw naar het bal en ik hoop dat je veel plezier hebt. Tabee! Genoeg gedraald. Naar het bal. Jammer dat het al zo laat is. Voor je het weet is het 12 uur. Kijk.
Duizendmaal verontschuldiging. Je bent zo onhandig, Balthasar. Ik wil niet meer met je dansen. Juffrouw Cherry? Ja? Mag ik deze dans van u, lieve juffrouw Cherry? Oh, wat een stuk. Wie is die vent? Oh, wat danst die toch verrukkelijk. Dat komt omdat ik met jou dans. Maar vind je niet dat we genoeg gewalst hebben? Ja, 1, 2, 3, 4. Wow. Ik ben ook heel gelukkig. Wat? Middernacht? Ik moet met spoed naar huis. Waarom? Ik wil de hele nacht met je dansen. Toe, blijf nou. Nee, ik moet gaan. Vaarwel. Blijf. Dat kan niet. Uit de weg. Hey. De betovering is verbroken. Is dat echt waar? Zoekt Cherry naar degene die de schoenen zo past dat hij ermee kan dansen? Dat kan alleen maar mijn eigen knappe Balthasar zijn. Komt u toch verder, agent? Nou, Balthasar, dit is je kans. Cherry is op zoek naar degene die deze schoenen past en een verrukkelijk danser is. Dus hou die lieve Cherry niet langer in spanning en trek de schoenen aan. Oké. Moet je zien, agent. Ze zitten allemaal gegoten. Zet nou maar gauw de muziek aan. Maar die schoenen bewegen uit zichzelf en ze zijn me veel te groot voor de eerlijk. Hela, die schoenen komen me bekend voor. Dommel, wat doe je hier? Dit gaat je niks aan. Ga onmiddellijk verder met je werk, hoor je me? Maar ik wil eerst de schoenen passen. Hoppa, ze zitten me als gegoten. Het zijn dommelschoenen. Nou en of, ik heb ze van mijn petermoei gehad. Joepie. Wow. Hey. Dat is nat. Wat is dit? Ik zit onder de douche. Wat gemeen van je om me onder de douche te zetten als ik in dromenland ben. Het spijt me, dommel. Ik moest wel. Ik wilde de haard aansteken. Wah! Denk maar aan je dromen, dommel. Dan is dit zo voorbij. Bah, Assepoesters leven was een sprookje en het mijne is een nachtmerrie. Echt waar? Is dit voor mij? Ik heb het speciaal voor jou gemaakt, semafoor. Ik hoop dat je het mooi vindt. Dank u wel, mevrouw Beatrix. Oh, wat zit erin? Een zelfgebakken taart of koekjes? Oh, ik ben reuze benieuwd. Oh, wat mooi zeg. Een zelfgebreide trui. Een trui. Hallo, dag Cherry. Oh, wil je dit aan semafoor geven? Het is een trui die ik voor me heb gebreid. Alweer een trui? Oh, die vrouwtjes toch. Twee zelfgebreide truien. Ik heb er nog helemaal. Hoe staat hij me, dommel? Oh, heel sexy. Zeg maar voor. Ja. Nou, ik zal hem veel dragen. En nu eens kijken of die van Cherry me past. Zeg maar voor, heb je mijn trui al aangepast? Hoe staat hij, hè? Mevrouw Beatrix, gauw de andere trui. Help me, dommel, alsjeblieft. Ja, ja, ja. Daar ben ik al, mevrouw. Oh. Oh. Wat heeft die opeens? Ik heb altijd al een trui van Cherry willen dragen. Ja, ja. Maar is dat niet goed? Oh? Ik geloof dat Cherry hem een maatje groter had moeten maken. Yo, semafoor, vind je mijn trui mooi? Oh, dat is Cherry, dommel. Trek onmiddellijk die trui uit, want ik moet hem aan. Ga niet. Hij zit er strak. Ik help je wel. Hou je adem in. Oh nee. De mouwen zijn achtergebleven. Hoe leg ik er dat nou uit? Zit maar voor, ben je thuis? Ik kom al. Ik zat in het bad. Dag, lieve Cherry. Bedankt voor je trui. Hij zit me als gegoten. Hoe staat hij me? Prachtig. Ik ben blij dat je hem mooi vindt. Oh. Dag, Zinnevoor. Oh. Wow. Ik vind het niet eerlijk dat jij de kusjes krijgt. Je mag blij zijn dat je geen klappen krijgt omdat je Cherry's trui stuk gemaakt. Goed, goed. Ik ga al. Het spijt me. Oh, kusjes.
Een zelfgebreide trui van mevrouw Beatrix en eentje van Cherry. Ze houden een beetje van me, want je moet echt wel een beetje van iemand houden als je al die moeite wilt doen. Oh, ik weet wat, ik ga ook iets voor hen breien. Niet om het een of ander, maar jij kunt niet breien, Sam. Dan leer ik het. Wat? Veel plezier ermee, hoor. Ja. Zo, ik heb alles. Pennen en knotjes wal. Ik kan naar het breien slaan. Het zal mij benieuwen. Nee, maar. Zo. Mooi en niet zo moeilijk. En hoe zit het van voren? Oh, interessant zeg. Ja, ja, dat moet ik ook kunnen. Maar ik volg uw lijnen. Zo, dat zal hem leren. Tja, daar vroeg je dus ook om, nietwaar? Dus insteken, omslaan, ja, doorhalen, ja, zo moet het, hoor. Aflaten, oh, zo snel glijden. Als je dat leert, insteken, je dat ook omslaan, doorhalen, aflaten, glijden. Heb je nog insteken, meer vol nodig, semafoor? Omslaan, doorhalen, aflaten, glijden. Insteken, omslaan, doorhalen en af laten glijden, insteken. Dan komt er een moeilijk stuk. Dit doe ik wel voor je. Oh! Oh! Ik heb mijn snor meegebreid. Mijn kukkel. Insteken, omslaan, doorhalen of laten glijden. Insteken, omslaan, zo, doorhalen. Nou gaan we er patronen in leren breien. Een dikke en een dunne streep dus. Zo, eerst knoop je de witte wol en de roze wol aan elkaar. Oké. Oh, allebei dezelfde trui, Cherry en ik. Ik ben zo gelukkig, zo gelukkig. Gelukkig omdat hij breidt, hij is gek. Insteken, denk erop, niet te strak breien, hoor. Doorhalen, af laten glijden. Insteken, omslaan, doorhalen. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden. Insteken, omslaan. Hé, dat klopt iets niet. Oh. Hemeltje, je bent je trui aan het wegbreien. Trek hem alsjeblieft gauw uit. Ik heb de verkeerde eindjes aan elkaar geknoopt. Oh, hij is nakend, een blote man. Oh. Hoe schaam je? Je uitkleden maar een dame vrij is. U vroeg het zelf. Gaan liggen. Ik krijg je migraine van. Oh! 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 Eerst wil ze dat ik me uitkleed en daarna moet ik me schamen. Och, vrouwen ook. Het komt allemaal door dat ouderwetse gedoe met die breipennen. Zo, ja. Ah, te gek. Dat is nog eens een breimachine. Ach, je kent me. Ik maak het onmogelijke mogelijk. Met deze breimachine kun je alles breien wat je wilt. Mag ik er een cadeautje voor een vriend op maken? Voor welke vriend? Tom. Tom is mijn nieuwe vriendje. Hij is heel lief en sterk en leuk en ik ben gewoon weg dol op hem. Hier is het patroon. Doe je het voor me, Sam, voor de been engel. Alvast bedankt. Dag. Oh. Ja, ze heeft een nieuw vriendje, Tom. Jammer, hè? Nou, ga dan nog werk jij, wil je? Wat, ik? Ja, 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 ja. Oh, flauw van semafoor, hoor. Ik weet dat ik niet had moeten lachen, maar het is niet eerlijk. Hela, dat ruikt lekker, zeg. Oh, een droomkluif. Het is niet eerlijk. Als ik de breimachine niet gaande moest houden, zou ik die kluif met één hap uit de lucht halen. Hoppa!
Balthazar, door een trappen, jongen. Oh, ik ben zo ongelukkig. Cherry heeft een nieuw vriendje. Oh, ophouden, Dommel. Huh? Oh, moet je dat nou toch eens zien? Die mouwen hadden nooit zo lang mogen worden. Oh, jee. Het is niet mijn schuld. Ik kon er niks aan doen, hoor. Oh, een ongeluk komt nooit alleen. Hoe moet ik het Cherry uitleggen? Ze zal me nooit meer willen zien. Oh, nee. Ik moet mijn hok opruimen. Doei. Hé, maak me los. Oh, dat mottige haardkleed. Kom hier, ik wacht je met die trui. Oh, maar dat is Cherry. Hallo. Zeg, is dat mijn trui daar achter je rug? Ja, alsjeblieft. Hier. Oh, wat is hij mooi. Precies wat ik wilde. Wat zou Tom er blij mee zijn? Dank je wel, je bent een lieverd. Dag hoor. Nou breekt mijn klomp. Ze vindt hem mooi. Tom, kom. Dan gaan we spelen. Kom, Tom. We gaan naar het park. En dan mag je in de oude ei klimmen. Krijg nou wat. Cherry heeft een echte aap in huis genomen. Overblijven dat die mouwen uiteindelijk zo lang waren. Ja, jongens, jullie mogen me wel dankbaar zijn. Waarom? Ik heb die breimachine uitgevonden. Ik heb in een ongeluk getrapt op dat ding. Hou jij je er buiten, kat? Ik heb die trui gemaakt. Ik heb hem gemaakt, hoor. Stil, wacht! Oeps. Sta ik daar opeens tegen jullie te schreeuwen als een ordinaire visvrouw? Ik schaam me dood. Zie maar voor, ik heb je trui opnieuw gebreid, hoor. Nee. En met liefde. Je moet maar denken, het is goed bedoeld. Het is heel goed bedoeld, maar ik voel me toch een beetje belachelijk in deze trui. Zeg maar voor als we nou eens thuis bleven. Nee, nee. Mevrouw Beatrix heeft deze trui liefde voor ons gemaakt. En daarom gaan we erin wandelen. Kom mee. Kijk eens wat goed op jullie zaal. Dag ziens. Zo gezellig. Denk je dat je me zou kunnen helpen? Zeker, ik kan alles. Dit ding is waardeloos. Ik zal eens even kijken wat ik voor je kan doen. Alle katten, zo kan ik toch niet slapen? Bah. Houd toch op! Hey. Oef, eindelijk stil. Zeg maar voor, wat is de bedoeling van al die wekkers? Ik kan niet eens mijn ochtendslaapje doen. Dit is een noodgeval. Jan de Bakker moet elke dag vroeg op, maar hij slaapt zelfs nog door al deze wekkers heen. Het is afschuwelijk, Dommel. Al zou je me naast een kerkklok leggen, dan werd ik nog niet wakker. En als warme bakker moet ik vroeg op om vers brood te bakken. Anders gaat mijn zaak naar de knoppen. En Suzanne, mijn vrouw, is het zo zat dat ze naar haar moeder is teruggegaan. Doe Jan, anders ga ik ook nog huilen. Maar waarom ga je niet gewoon slapen als je slaap hebt? Omdat die anders in elkaar zit dan jij, domkop. Oh ja? Natuurlijk, Suffert. Stil dan maar, Jan. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik zal proberen een oplossing te vinden voor je probleem. Ik zal ervoor zorgen dat jij 's morgens je bed uitkomt. Oh, meen je dat nou echt, semafoor? Reken maar op mee. Dat is het middel tegen slapeloosheid. Nou, ben ik toch door mijn plakband heen? Ziezo, die is ook weer af. We hoeven hem alleen maar uit te testen. Dommel! Dommel, kijk eens! Wauw, te gek! Wat moet het eigenlijk voorstellen? Dit is een wekker voor vroege vogels. Vroege vogelwekker? Daar wordt zelfs onze warme broodjesbakkende vriend wakker van. Is die al uitgetest? Nee, nog niet. Je denkt toch niet dat ik je geroepen heb om mijn uitvinding alleen maar te bewonderen? Oh nee, dat meen je niet. Je wilt dat ik weer voor proefkonijn ga spelen. Waaruit je wel? Vooruit, Dommel. Sorry, maar ik moet mijn hok opruimen. Dommel! Goed, goed. Klopt het dat je wil dat ik ga slapen, semafoor? Natuurlijk, Dommel. Anders kan het bedje niet wakker maken. Ik heb de klok zo ingesteld dat hij over een uur afloopt. Nou, vooruit, slaap lekker, hoor. Dank je, het zal wel lukken. Oké, het is ongeveer tijd.
maar, die slaapt vast. Hoe is het mogelijk dat hij van dit lawaai niet wakker wordt? Nou ja. Het is ongelooflijk. Oké, dan maar zwaardere middelen. Hoppa. Ik weet dat Donald een bijzondere hond is, maar hij blijft me verbazen. We proberen eventjes iets anders. Hoppa. Nou, pet je af hoor. Hij heeft een hoge graad van perfectie in het slapen bereikt. Dan proberen we deze en die. Goed, dat werkt dus ook niet. Maar ik geef het niet op. Hij moet en zal wakker worden. Volgens mij droomt hij dat hij een tennisbal is. Met andere woorden, dit bed is een mislukking. Nou, jammer. Taart! Ik ga even naar mevrouw Beatrix. Hé, hij is wakker. Hoera, dat betekent dat mijn bed werkt. En nou maar hopen dat Jan ervan wakker wordt. Dankjewel en tot ziens, hè. Het is me vandaag gelukt om te werken, maar je moet me niet vragen hoe. Ik hoop dat Semafoor gauw met een oplossing komt. Ga maar lekker liggen, Jan, en probeer te ontspannen. Dit is de laatste test van het vroege vogelbed. Het ziet er indrukwekkend uit. Ik hoop maar dat het werkt. Ik heb 3 nachten niet geslapen omdat ik bang was dat ik niet wakker zou worden. En mijn geliefde Suzanne logeert nog steeds bij haar moeder. Ja, het leven is soms moeilijk. Gelukkig maar dat je mij in vertrouwen hebt genomen. De vroege vogelwekker zal al je problemen oplossen. Oh, hij slaapt al. Vind je het gek na 3 doorwaakte nachten? Daar heb je gelijk in. Goed eens even kijken of het ons lukt om Jan morgenochtend om 4 uur op te laten staan. En nu maar afwachten. Ik hoop dat het lukt. Kun je me uitleggen waarom ik zo vroeg op ben? Ik wil weten of Jan wakker wordt van mijn wekker. Maar dat is toch geen reden om mij wakker te maken? Die slaapt dus duidelijk nog. Misschien zijn de prikkelende sensaties niet sterk genoeg om een eenduidige ontwakenrespons te veroorzaken. Bedoel je dat hij niet wakker wordt? Ik probeer gewoon iets anders. Hoppa. Vergeet het maar, het werkt niet. Jan, wakker worden! Die man is hopeloos. Huh? Hij zei dat hij het wel zonder mij zou redden, maar moet je hem nou zien snurken? Het is altijd hetzelfde als ik 3 dagen naar mijn moeder ben geweest. Suzanne, ik wist niet dat je terug was. Natuurlijk ben ik teruggekomen. Ik maakte me zoveel zorgen over hem dat ik zelf niet meer kon slapen. Niet huilen, Suzanne. Van mijn vroege vogelwekker moet hij absoluut wakker worden. Maar waarom slaapt hij dan nog? Hij wordt zo wakker. Oh, kijk achter je. Wat? Ik wist wel dat het niet zou helpen. Hij wordt toch nooit wakker voor 10 uur 's morgens. U meent het. Hij is een nog grotere slaapkop dan ik. Ja, dat verbaast mij ook, Dommel. Jij werd tenslotte wel wakker van mijn vroege vogelwekker. Wel, nee. Ik ben gewoon uit mezelf wakker geworden. Wat? Meen je dat? Hoe dan ook, Jan slaapt terwijl hij nu met broodbakken zou moeten beginnen. Rustig maar, dat breng ik wel even in orde. Dommel, aan de slag, jong. Moet ik je weer uit de nood helpen? Jawel, door heel bravo wakkere bakkersknecht te spelen. Bah. Je mag me altijd wakker maken voor een verse boterham, maar ik moet bekennen dat het bakken me nogal tegenvalt. Zwijg en concentreer je op het kneden, anders ligt het brood niet in de winkel als die opener gaat. Hoe gaat het met deeg kneden? Nou, volgens mij is het zo wel goed.
Het kan nog een beetje soepeler, dus ga er nog maar even mee door, hoor. Maar jullie doen erg je best. Ga zo door, jongens. Oké. Dommel, we moeten nog soepeler kneden. Ik begin moe te worden. Hoppa, moet je horen. Ik luister. Nee, maar dat is een briljant idee van je, Dommel. Zie je wel, het is een deegkneedmachine. Ja, het is geweldig. Ik zou zelf niet op het idee zijn gekomen. Als je werk kunt besparen, ben jij soms geniaal, Dommel. Ik ben trots op je, jochie. Dank je. Wat dacht je ervan als we het werk aan de wekker overlieten en zelf een dutje gingen doen? Briljant! Wat zijn jullie daar aan het aanspoken? Dommel, je moet de oven aanmaken en flink opstoken. Zie maar voor, geef me een doos eieren en een pond boter voor mijn cake. Wat? Oh, nee. De oven is aangemaakt en opgestookt, Suzanne. Dankjewel, Dommel. Is deze bakvorm goed? Ja, dat is precies de goeie. Dankjewel, hoor, Semafoor. Het is zo lief van jullie om me zo te helpen. En als die man van mij wakker wordt, zal ik hem toch de oren wassen. Kom, kom, zo erg is het niet, Suzanne. Volgens mij is het deeg nu voldoende gerezen. Dommel, ga eens even kijken. Oké, zullen we eens kijken of... Oh, wat vreselijk! Semafoor, Suzanne, kom eens! Huh? Moet je kijken. Wat is er hier aan de hand? Niet te geloven. Wat een heerlijk luchtig deeg. Wat zal dat een lekker brood worden. Dat is goed nieuws. Dank je wel, Semafoor. Nu deze machine het zware werk doet, hoef ik niet meer bang te zijn dat ik mijn man niet op tijd wakker krijg. Goed gedaan, Semafoor. Dankzij jou, Dommel. Slaap maar lekker door, mannetje van me. Alsjeblieft, en een prettige dag verder. Weer een stel klaar. Laat eens proeven, zeg maar voor. Oh, dat moet ik ook proeven. Brandlucht, wat zonde, het brood verbrandt. Oh. Het is helemaal verkoold. Ja, het spijt me ontzettend, Jan. Nee, maar Jan, ben je al wakker? Gelukkig maar dat deze niet verbrand zijn. Dommel, dat brood is voor de verkoop. Jan, je bent toch een echte bakker. Wakker worden van brood dat verbrandt. Wakker worden? Oh ja, dat is waar. Ook Semafoor, ik moet je nog bedanken voor je vroege vogelwekker. Ach ja, die wekker. Als wekker stelt hij niet veel voor, maar het is een uitstekende deegmaker. Nou, vooruit, Jan, de klanten wachten. Ik ben al door de volkorenknippen heen. Voor de bakker. Slapen. Vind je het goed als ik de wekker niet zet? Mijn idee. Welterusten. Slaap. Goedemorgen. Dommel, niet om het een of het ander. Maar weet je wel dat je de laatste tijd meer lijkt op een dikke ijsbeer dan op een hond? Dat komt omdat ik steeds meer honger begin te krijgen. Dat is een vicieuze cirkel. Hoe meer je eet, des te meer honger je krijgt. Je bent verslaafd aan het eten. Eens kijken of ik iets kan vinden om hem van het schansen af te helpen. Dat is misschien een idee, ja. Mini-tomaatjes, mini-maiskolfjes, mini-appeltjes. Ja. En om het geheel te vervolmaken voegen wij tenslotte wat mini-microbjes toe. Tja. Victorie, het is me weer helemaal gelukt. Nu hoef ik alleen nog maar uit te vinden hoeveel pilletjes Dommel nodig heeft om niet dik te worden. Dat is een leuk klusje voor morgenochtend. Ik hou het echt niet vol door het ontbijt. Ho, ho. Hey, de hele ijskast is leeg. Wie eet er hier nou zoveel? Oh ja, dat ben ik.
Zouden dat vitaminepilletjes zijn? Misschien gaat mijn vacht er wel mooi van glanzen. Hopla. Die dingen zijn lekker. Lekker gemaft. Nee, maar Dommel is al op, verbazend zeg. Dommel! Dommel! Huh? Semafoor! Nergens te bekennen, zeg. Waar zou dat rare beest nou toch weer uithangen? Semafoor, ik ben hier, semafoor. Hier zo, hier ben ik, semafoor, hier ben ik, hier. Hé, hey, daar, hey, hey, nee! Ik zou zweren dat ik zijn stem hoorde, hè? Oh! Nee, maar... Dat zijn de anti-dikwordpillen die ik voor Dommel heb uitgevonden. Wat? Anti-dikwordpillen? Ik begin er iets van te begrijpen. Hey, de hele ijskast is leeg. Wie eet er hier nou zoveel? Dat ben ik. Zouden dat vitaminepilletjes zijn? Misschien gaat mijn vacht er wel mooi van glanzen. Hop! Die dingen zijn lekker! Oh nee, die vreedzak heeft alle anti-dikwordpillen opgegeten. Dan is hij nu zo klein als een vloer. Semafoor, hier ben ik, vlak bij je voet. Dag, semafoor, ben je iets kwijtgeraakt? Kan ik je helpen zoeken? Oh, Balthazar. Ik weet de beste manier om iets terug te vinden. Dat ik dat zelf niet bedacht heb. Ik leeg de zak hier en dan kun je rustig zoeken. Oké. Yep. Waar zou die zitten? Wat is dit voor kleverig spul? Ik zit er helemaal in vast. Een hoog springen, ja? 1, 2, 3, 4. Hé, wat is dat? Maar moest u nou eens kijken. Een insect zo groot als een vloer, dat op een hondje lijkt, ja? Wegwezen. Ik ga dat diertje trainen, zodat hij samen met mijn vlooien af kan treden. Dat wordt sensationeel. Laat me los, laat me los, laat me los, laat me... Is het tegengif nou nog niet klaar, semafoor? Geduld. Zo. Nee, niet doen, Balthazar. Het is me gelukt. Alweer een groot succes. Balthazar, wil jij Dommel gaan zoeken? Dan kun je hem een tegengif geven. Zoek Dommel, zei die. Semafoor is makkelijk praten. Hoe vind je nou een hond zo groot als een vloer? Hé, daar is wat aan de hand. Dames en heren, welkom in het Vlooiencircus. Vandaag hebben wij een wereldpremière voor u. Een nieuwe grote ster uit het Amazone-oerwoud. Een kruising tussen een vloer en een hond. En hij heet Rommel. Tata, die voorstelling neemt zijn aanvang. Om te beginnen kunt u genieten van een kankan, getanst door die pikante danseressen voor ons vlooienballet Maestro Muziek. Hoi!
und Herren, nun sollen die Sterne von uns Florian-Zirkus ein von uns spektakulärsten Stunts tun, das Hochspringen. Hoppla, geef ze een groot applaus als het ze lukt om over die stok te springen. 1, 2, 3. Fantastisch. Spring over die stok, hoppla. Wil niet. Oei. Dank u, dank. En jetzt, meine Damen und Herren, habe ich die Ehre, um vorzustellen an onze große Star. Hier is Rommel. Rommel, die durft, zeg. Oei, oei. Ik moet zorgen dat ik niet naar beneden kijk, zeg. Oh, vergeet ik hem nou toch weer om goud te maken? Gaat ie? Ik moet het Seema voor nageven dat hij dit keer iets bijzonders heeft uitgevonden. Gaat het een beetje, Dommel? Hé, Dommel! Hoe voel je je, makker? Is de jeuk al minder? Hij is een uurtje geleden in slaap gevallen. Die jeuk is een allergische reactie op de antidikwartpillen. Het is zijn eigen schuld. Je moet nooit zomaar pillen slikken. Dat is heel gevaarlijk. Dit is tegen jeukende vlooien beter. Misschien helpt het. Ja, Flooi, ik wil niets meer met Flooi te maken hebben. Laat me het door! Wat heeft die opeens? Ik zou het niet weten. 10 tegen 1 dat hij een nachtmerrie heeft gehad.